Nou, poepoe, mevrouw Uil heeft gekozen. Het was gisteren een drukte in allebei de kasten. Zowel in kast 1 als in kast 2. Maar ze heeft gekozen voor kast 2. Ik ben er wel blij mee dat er nou onderhand is iets gaat gebeuren. Kijk, daar woont ze, mevrouw Uil. Vanmorgen nog een drukte van je welste, want er waren toch nog een paar kou, hè? Die dachten dat ze toch nog wel in die kast konden. Dus het ging nogal tekeer. Maar ze durfden er niet in. Nou, ik denk dat ze ook maar beter op kunnen letten natuurlijk, want het is toch wel een beetje gevaarlijker als ze daarin zou gaan zitten. Nu gaat het leuk worden in de kast. Dan kunnen we gewoon elke dag blijven volgen. En nou is het wachten natuurlijk op het eerste eitje. En ze zal er ongeveer, denk ik, 3 of 5 gaan leggen. En dat duurt dan ook weer gauw een maand voordat die uitgebroed zijn. En dan denk ik nog gauw een maand voordat die jongen nog eens een keer uitvliegen. Dus 2 maanden onder de pannen. We wilden nog meer in deze coronatijd. Kijk, het vrouwtje komt nu de kast ook niet meer uit. Dan komt het mannetje, komt nou het vrouwtje verzorgen. Die zorgt voor de prooi. Ik ben ook benieuwd wat het gaat worden, waar voor prooien. Want wat we vorig jaar voorbij hebben zien komen. Nou, konijnen, volgens mij een eekhoorn. Van alles wat. Een bosuil, die is er niet zo nauw aan. Als er maar te eten is. Nou, dat was alvast weer een update. Er komt nog wat meer. Doei!